Onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de bezuinigingen op tal van culturele en maatschappelijke instellingen. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de bibliotheek? Nou, het oorspronkelijke voorstel wat in de gemeentebegroting stond, had gewoon betekend dat we niet meer wisten of we het hadden kunnen redden. Er is via een amendement een verandering ingekomen waardoor wij volgend jaar 100 in plaats van 200.000 euro moeten bezuinigen. Dat kunnen we doen. Dat heeft uiteraard wel consequenties voor onze interne organisatie. En, nou, we hebben het wel zo ingevuld dat we de publieksverlening zoveel mogelijk met rust maken laten. Maar we moeten natuurlijk wel nog steeds flink inleveren. Maar kijk, de levensbedreigende situatie die er voor de bibliotheek bestond, die is op dit moment weg. Dat is wel een heel geruststelling natuurlijk. Wat zijn de plannen van u als directeur en ook samen met de medewerkers van de BIEB? Wat zijn de plannen voor de toekomst om toch de bibliotheek wat meer body te geven? Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als je eerst al het geld weghaalt en dan te zeggen, ja, je moet meer body krijgen. Er zijn een paar dingen die hoop geven. Eén is, er is een motie aangenomen door de gemeenteraad, die is unaniem aangenomen, die bestrijding laaggeletterdheid heel hoog op de agenda zet. Nou, daar hebben wij een belangrijke rol in te spelen, zeker ook in het jeugdbibliotheekwerk, en dat doen we ook. Er staat ook in die motie dat de bibliotheek een van de belangrijkste partners daarin is. Het tweede is, ik denk dat wij echt met de gemeente in gesprek moeten over wat doen wij nu en wat is het rendement daarvan. Ook dat de gemeente een wat positiever beeld krijgt over wat wij doen. Want ik heb ook wel een hoop kritiek voorbij horen komen die gewoon niet terecht was. Een van de zaken die belangrijk zijn voor de toekomst is het krijgen van meer abonnees, meer leden. Dat wordt dus verschrikkelijk opgeklopt. Kijk, wij hebben al met al, ik weet het getal niet precies uit mijn hoofd, maar zeg globaal genomen 9000 jeugdleden en 4000 volwassenleden. Dat is, dan moet je niet steeds in de discussie gaan hebben over 4000 volwassenleden. Nee, het zijn er 13.000 of 12.750. Wij hebben allerlei acties lopen om meer abonnees te werven. Maar wij doen natuurlijk ook wel veel meer als alleen maar boeken uitlenen. Dat is ook maar een deel van wat wij doen. We hebben hier allerlei ontmoetingsplekken, activiteiten en dat soort dingen. En die zijn niet alleen voor abonnees. Dus ik vind dat je het wel heel erg nauw gaat nemen als je zegt het gaat om die abonnees. Overigens is dat getal ook niet verschrikkelijk laag als je het vergelijkt met vergelijkbare steden. Okay. Wat voor gevolgen hebben de bezuinigingen voor uw interne organisatie en dan met name op het gebied van personeelsbeleid? Nou, wij zullen de aansturing, dus met name het management, krimpen we sterk in. Dat doen we terwijl het al niet zo heel groot was. We gaan ook per 2022 over op één directeur van Hof 88 in de bibliotheek samen. Dus kijk, we hebben bij onze bezuinigingsplannen zoveel mogelijk de diensten voor het publiek gespaard. Maar intern moeten we flink aan de bak door efficiënter te organiseren. En dat is natuurlijk niet de eerste keer dat we dat doen, want dit is de zoveelste operatie die we daarmee doen. Hoe zijn de reacties geweest van mensen op de voorgenomen bezuinigingen op de BIEB? Nou, wij zijn ontzettend positief geraakt door alle steun die we gehad hebben vanuit de bevolking. Een petitie die echt 5400 keer getekend is. Mensen die voor ons in de bres gesprongen zijn tot landelijke politici toe. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Herman Vinkers of Nathalie Baartman. Wij zijn echt wel heel erg prettig geraakt, zeg maar, door de steun die we gekregen hebben. Kortom, er is nog toekomst voor de bibliotheek Almelo. Oh, absoluut.